We staan hier bij Fontane, het verwerkingsras van Agrico. Fontane, een ovaal lange vorm, daarnaast een gele schilkleur en een lichtgele vleeskleur. Fontane heeft een ovale knolvorm, niet per se het ideale beeld voor de verwerkingsindustrie, maar vanwege zijn opbrengst voor zowel poedergroente als consumptiezetter en de verwerking in de fabriek is het wel een optimaal ras. Fontane is een middellaat ras. Uh, Fontane heeft 140 groeidagen nodig om tot een optimaal resultaat te kunnen komen. Fontane is ook uitermate geschikt voor het telen op allerlei grondsoorten. Het knolantal voor de zware klei is goed en het onderwatergewicht voor de uh, zanderige gronden is ook altijd goed. Dit ras heeft een onderwatergewicht van 430-440 gram met een gemiddeld droge stofverdeling. Uh, de afzet van Fontane is uh, meer een merendeel de verwerkende industrie in Nederland, Duitsland, België, Europa. Zeg maar. Daarnaast zien we dat Fontane steeds breder ingezet gaat worden, ook op plekken buiten Europa waar men toch friet wil verwerken. Naast de verwerkende industrie wordt Fontane ook ingepakt, heeft een kooktype BC en is geschikt voor allerlei doeleinden in de keuken. Onder andere homefries, thuisfriet bakken, maar daarnaast ook opgebakken aardappels of diverse stampotten. Fontane is het meest succesvolle ras van aangekomen vanwege het feit dat dit zowel voor de consumptieteler als voor de pootgoedteler als voor de verwerkende industrie heel veel voordelen heeft. De consumptieteler kan er een hele hoge opbrengst van, uh, van genereren. Daarnaast, de pootgoedteler heeft een goed knol aantal wat past bij de ideale potermaat. De fabriek die kan er een perfect frietje van bakken en zo is de keten weer rond.